comfortabel. In alle veiligheid. Suzuki verdubbelt uw recyclagepremie. Voor modellen en voorwaarden, ga naar suzuki.be. Vraag je aan mensen waarom ze vandaag nog niet voor een elektrische auto kiezen, dan antwoorden ze waarschijnlijk één van deze drie dingen. Te duur, nog niet voldoende rijbereik en weinig oplaadmogelijkheden. Nu, deze auto wil aan één van die drie dingen alvast iets doen, want dit is de goedkoopste elektrische auto die vandaag op de markt is. De Seat Mii Electric. Nu, eerlijk, bij een Citroën dealer kom je misschien in een uithoek van de showroom nog wel ergens een C0 tegen en er is nog altijd de Renault Twizy, maar die rijdt natuurlijk rond op een motornummerplaat. En ja, binnenkort komen er ongetwijfeld nog heel wat van die futuristische, kleine, goedkope modellen bij, tenminste als we de constructeurs in hun conceptcars mogen geloven. Maar dat futurisme schrikt af, want een auto moet er vandaag voor de meeste mensen nog steeds klassiek en praktisch uitzien. En dan kom je in dit segment vanzelf bij deze stadsauto uit. En dat is eigenlijk goed nieuws. Want het segment van deze kleine stadsauto's, het A-segment, staat stevig onder druk. De investeringen om die dingen te doen beantwoorden aan de huidige uitstootnormen, die zijn niet van de poes. En dus veel constructeurs zien dan ook geen toekomst meer in dit soort auto's. Maar als je een groot concern bent, zoals de Volkswagen Groep, ja, dan valt zo'n investering natuurlijk makkelijker te verantwoorden bij het management. Zeker als je zoals de Volkswagen Groep al enkele jaren een trio stadsauto's in je gamma hebt die hun strepen al verdiend hebben. Zoals deze Seat Mii, de Skoda Citigo en de Volkswagen Up. En daarom mag elk van die drie stadsauto's uitbollen richting pensioen als volledig elektrische versie. De Volkswagen e-Up in zijn tweede generatie, de Skoda Citigo e-IV en deze Seat Mii Electric. En net als bij de benzineversies is deze Seat de goedkoopste van de drie, €21.190. En jazeker, dat is nog altijd veel geld. Zeker omdat deze Mii Electric nog steeds een Mii is. Dat betekent dus deurpanelen die niet volledig bekleed zijn, een wat aftermarket ogende telefoonhouder voor je navigatie, klapruitjes achteraan enzovoort. Dat is allemaal prima voor de benzinemie van €14.000, maar voor €21.000 is dat jammer. Maar aan de andere kant, betalen doe je bij een elektrische auto nog steeds vooral voor de batterij. En dat is een oud zeer bij alle elektrische auto's. De batterij is in dit geval 36,8 kWh groot, waarvan je zo'n 32 kWh effectief kunt gebruiken. En daardoor raak je op papier 260 km ver. Nu, die batterij wegwerken in zo'n kleine stadsauto, ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. En dat merk je wel aan de Mii. Dit zijn trouwens vijf dingen waaraan je ziet dat deze Mii destijds niet als elektrische auto is ontworpen. De batterij zit verdeeld tussen de voorzetels en de achterbank. En daarom staat die achterbank iets hoger dan in de traditionele Mii-modellen. De metertjes voor het batterijniveau en het batterijgebruik zijn nog klassieke analoge tellers tegenover de digitale displays die je in heel veel EV's ziet. De laadkabels wegsteken, daar is geen specifiek opbergruimte voor voorzien, tenzij ja, dat geknutseld vakje in de koffer. De batterij laat je op tot 80% in 4 uur aan 7,2 kW. Maar een stadsauto die echt van in het begin als EV ontworpen is, zoals de Renault Zoe, die kan dat aan 22 kW. Ja, en een batterij betekent meer gewicht en dat merk je ook aan de ophanging. Die van deze Seat Mii Electric werd wel anders afgesteld, maar hij rijdt wel stugger dan vroeger. Maar is deze Seat Mii Electric dan geen goede auto? Nee hoor, integendeel. Dit zijn vijf dingen die de Mii Electric wel heel goed doet. Op papier raak je dan wel 260 km ver, in de praktijk doet deze eco-knop wonderen. Blijf je van de snelweg af, en met stadsauto's is dat sowieso geen overbodige luxe, dan krijg je makkelijk 300 km op een display met een volle batterij. Deze Seat Mii Electric is maar 3,56 meter lang, maar maakt wel optimaal gebruik van zijn binnenruimte. Nu ja, dat was bij de vorige Mii's niet anders. Net als elke andere EV recupereer je in de Mii energie bij het remmen. Ideaal om deze Seat met één voet te kunnen besturen. Een 0 tot 100 tijd geeft Seat niet op, maar reken op zo'n 12 seconden. En de topsnelheid is begrensd op 130 km per uur. Maar goed, 83 pk en 212 Nm, dat maakt van deze Mii Electric wel de vlotste Mii die Seat ooit gebouwd heeft. En ja, je betaalt dan wel €21.000, maar Seat geeft je dan gelukkig wel heel wat uitrusting in de plaats. En de topversie die kost eigenlijk maar €1000 extra.
Rijden doet deze Seat Mii Electric dus als elke andere elektrische auto. En dat is dus stil, weliswaar met iets minder demping van de rolgeluiden, want het blijft een budgetauto, en opvallend vlot, want je hebt altijd genoeg koppel om mee te kunnen in het verkeer. En het feit dat hij bij 130 km per uur begrensd is, dat maakt eigenlijk toch niet uit, want je mag niet eens zo snel rijden in België, toch? Nu, elektrische auto's hebben het op de snelweg altijd wel wat moeilijker dan klassieke auto's, omdat er in verhouding tegen die snelheid veel van de batterij wordt gevraagd. Dus op de snelweg daalt het rijbereik van deze Mii dan ook heel snel. Maar in de stad en op secundaire wegen heb je ruim genoeg bereik, zeker als je nog eens met die eco-knop speelt. Deze Seat Mii Electric is dus ondanks zijn eigenlijk hoge leeftijd best een geslaagde elektrische auto. Hij weet relatief veel uit zijn kleine batterij te halen en vraagt weinig tot geen compromissen. Het blijft alleen jammer dat je voor 21.000 euro geen grotere elektrische auto dan dit kunt kopen. Zeker omdat de Vlaamse regering de subsidie van 4.000 euro voor particuliere kopers geschrapt heeft. Nu, vind je dat nog veel geld of vraag je je af of de auto wel een ideaal vervoersmiddel is in de stad, dan is het handig om te weten dat Seat ook daar oplossingen voor heeft. Zoals deze elektrische step bijvoorbeeld.